Het zijn erg moeilijke tijden geweest voor Veerle van den Einde en Nick Wijns. Vorig jaar in april moesten ze nog afscheid nemen van hun dochtertje Elle. Zij kwam na slechts 19 weken zwangerschap doodgeboren te. 5 maanden geleden beviel Veerle opnieuw van een dochtertje, die de naam NOE-accent kreeg. Maar toen NOE-accent voor het eerst naar de crèche moest, wilde ze plots niet meer van de fles drinken. Veerle zocht hulp en door een intensieve flestraining lukt het nu al beter om van het flesje te drinken. En nu heeft het koppel nog. Zo vierden Veerle en Nick op 29 oktober hun 6e huwelijksverjaardag, 6 jaar wij. En 3 schatjes van patatjes rijker, schrijft Veerle op Instagram bij een reeks foto's van haar gezin. Heel wat blind getrouwd kandidaten feliciteerden het koppel dan ook. Proficiat, reageert Winnie Bogaerts met een hartje. Gefeliciteerd lieverds.